Ik ga je laten zien hoe je een website kunt bouwen waarop mensen dingen kunnen posten met een formulier. En je moet dan denken bijvoorbeeld aan makelaars die toe willen staan dat mensen hun huis posten op jouw website, op de website van de makelaar. Maar je kan ook denken bijvoorbeeld aan vakantiehuisjes. Als je een website hebt waar bij je mensen wil toestaan om vakantiehuisjes te posten op jouw website. Ik ga je leren hoe je dit allemaal kunt doen. Het hoeft niet per se front-end submissions te zijn, maar je kunt ook gewoon zeggen van ik hou dit voor mijzelf. En ik maak verschillende pagina's. En als mensen dan op die pagina komen, dan kunnen ze op een bepaald de categorie klikken en dan krijgen ze weer een lijst met alle dingen van die categorie. En als ze dan weer klikken op een plaatje of op een element, dan komen ze op een bladzijde met dat specifieke element of die specifieke post met alle details erin. Bijvoorbeeld thuis of een telefoonnummer, een videofilmpje. Gegevens, noem het maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. Alles kun je doen met wat ik je ga laten zien. Dit is wel een tutorial voor de wat meer gevorderde. Dus als jij nog maar net om de hoek komt kijken met WordPress of met het bouwen van websites, dan is dit niet de video voor jou. Oké. Er zijn eigenlijk twee verschillende manieren die ik je wil laten zien. Twee verschillende plugins die dit ondersteunen. En dat is aan de hand van Advanced Custom Fields en de plugin van Crocoblock. Het vergt veel kennis om deze twee tools te begrijpen. En om de gewenste resultaten te krijgen. De mogelijkheden zijn heel uitgebreid. Daarom heb ik ook besloten om verschillende tutorials te maken. Dus niet alles in één tutorial te proppen. Zodat het allemaal wat makkelijker te begrijpen wordt. Oké, nou dit is dus Advanced Custom Fields. Die gaan we op een later tijdstip in een andere tutorial gaan wij die uitgebreider bespreken. De verschillen tussen Crocoblock en deze Crocoblock en de Advanced Custom Fields is eigenlijk wel dat je bij Advanced Custom Fields heb je meerdere plugins nodig, meerdere verschillende plugins van verschillende ontwikkelaars om de resultaten te bereiken die wij daarnet hebben besproken. Dus je hebt een aparte formulier plugin nodig die het toestaat om front-end submissions te plaatsen. Dus dat mensen posts kunnen plaatsen aan de hand van een formulier. Want je hebt natuurlijk in Elementor heb je natuurlijk wel formulierbouwers en je hebt verschillende plugins zoals Ninja plugins of noem het maar op. Maar die staan niet allemaal front-end submissions voor. En dat is toch iets wat wij in deze tutorials willen gaan bespreken. He, dus als je dan ook kijkt naar de plugins die ik heb geïnstalleerd bij Advanced Custom Fields, dan zie je ook de standaard Advanced Custom Fields. Dit is de pro-versie. Sorry, dit is Advanced Custom Fields front-end. Dat is ook weer een plugin die je kunt gebruiken voor front-end submissions. En dit is de Advanced Custom Fields. En dit is de pro-versie. Daarnaast heb ik ook nog een plugin geïnstalleerd, Ellie Custom Skin. En wat natuurlijk een hele belangrijke is, is UI. En wat je daarmee kan doen is posts maken. Maar
Dat ga ik later allemaal bespreken. Dit is Eric Kostenskins. En dit is Custom Post Type UI. Dus Custom Post Types. Dit zijn allemaal pagina's en Custom Post Types zitten hier ook tussen normaal gesproken. En met deze plugin kun je een aparte Custom Post Type maken. Hoe dat allemaal werkt, ga ik je later uitleggen. Maar we gaan ons nu eerst concentreren op die CrocoBlock. Deze. Nou, ik moet zeggen dat CrocoBlock en JetEngine van CrocoBlock en Advanced Custom Fields veel gelijkenissen vertonen. Alleen het verschil met CrocoBlock is dat zij eigenlijk allemaal plugins hebben van hunzelf. Dus die custom post types, UI en dat soort dingen, daar hebben zij hun eigen methodes voor. En bijvoorbeeld aangepaste inhoudstypen, dat gaan we als zo direct als eerste bespreken. Maar CrocoBlock heeft eigenlijk alles onder één hoedje. Oké, nou, wat is belangrijk om te weten? CrocoBlock heeft pas geleden hebben ze hun plugin hebben ze geoptimaliseerd. En dat betekent dat ze nu post types in aparte databases zetten. En voorheen had je dus, als je hier zo gaat naar de JetEngine, hier is die vertaald uit het Nederlands, dan had je dus eigenlijk de post types, maar nu heb je ook aangepaste inhoudstypes. Dus als je dan hier zo kijkt, dan zie je ook dat je alles kunt regelen en wat je dan ook maakt, het komt dan in een aparte data table, dus in een aparte database table. Als we dan willen beginnen met JetEngine, en dat is eigenlijk iets wat het nadeel is van CrocoBlock, dat is dat als jij vergeet iets aan te vinken wat je wilt gaan gebruiken, dat het dan ook niet tevoorschijn komt. En als je dit vergeet, dan kan het erg verwarrend zijn, want dan vind je niet wat je nodig hebt om deze tools die hier ook staan te gaan gebruiken. En dat geldt eigenlijk ook met CrocoBlock in het algemeen. Ze hebben allerlei verschillende plugins. En die plugins die moet je wel eerst installeren. Dus als jij zo direct iets mist, wat je dan wel in mijn tutorial ziet, dan kan het zijn dat of je hebt iets niet aangevinkt zodat het werkt, of je mist een plugin. En dan moet je weer naar de CrocoBlock Core toe gaan, naar die plugin zoeken en die dan installeren en dan komt die tevoorschijn. Maar meestal moet je dan ook weer naar de instellingen toe hobbelen. En daar moet je ze dan ook weer activeren en optimaliseren, zodat ze dan hier weer goed gaan werken. Nou, het klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, kan ik me voorstellen, maar dat is het niet. Het enige is van je moet weten hoe het moet. En dat geldt met heel veel dingen, dus wees niet teleurgesteld als het de eerste keer niet lukt. Het kan een beetje gecompliceerd zijn, maar uiteindelijk gaat het je wel lukken. Nou, zoals je hier zo ziet, dit is dus JetEngine. Die heb ik dus geïnstalleerd. En staalmotor, dat is op zijn Engels JetEngine. Wat ik eigenlijk wel wil doen, dat is naar algemeen toe gaan. En dan eventjes voor, nou, Engels staat hier al op. Dan gaan we hier zo naar boven en dan vertalen we de boel in de Google Chrome extension in het Engels. Ja, wat ik eigenlijk zou willen aanraden is om eerst een plugin te downloaden en dat is deze Cloud.
clip die ze zien, het cloud clip. En wat die cloud clip dan doet, dat is eigenlijk, hij kopieert alles. Ja, dus dat betekent dus dat cloud clip, als je iets kopieert op je blad of wat dan ook, dan, kopieert hij dat en dan plakt hij ze hier zo in de cloud clip. En we hebben dat heel veel nodig. Dus ik zou je aan willen bevelen om die eerst te downloaden. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan gaan we verder met deze videofilm. En dan zien we hier zo dus de custom post types. En dat is eigenlijk het is, de vervanging van de vorige post types. Hier zo zie je ze. En dit is dus de custom post types zijn dus dezelfde als post types, maar dan in de database gezet. Dus dat betekent dat er aparte tabellen worden gemaakt voor elke post en voor alles wat je installeert met CrocoBlocks. Terwijl dit in, op de ouderwetse manier wordt alles gepropt in de database die al bestaat. Dus als je deze gebruikt, dan wordt het veel makkelijker voor jouw website om dingen op te gaan zoeken. En dan hoeft het niet eerst te scrollen door de hele database met allerlei andere posts en dat soort dingen. Maar dan gaat het eigenlijk direct naar de plaats waar je het wil hebben. Listings. Listings, dat zijn aparte groepen, lijsten. En listings is hetzelfde als loops. Dus als wij Advanced Custom Fields gaan gebruiken, dan hebben we dus de plugin nodig, elk custom skin, en dan kunnen we loops maken. En als je dan bij elk custom skin die loops wil gaan zoeken, dan moet je naar Elementor toe gaan en naar de teambuilder. En als je dan dat nieuwe inklikt, dan zul je ook zien dat loops, lus staat hier zo, maar dat is eigenlijk een loop, dots die dan ook tevoorschijn komt. Maar wij gebruiken dus bij Jet Engine, gebruiken we dus listings. Oké, laten we eerst een custom post type gaan maken. En de custom post type, dat is dan weer hetzelfde als wat we dan hier zo bij Advanced Custom Fields moeten gebruiken met een andere plugin. En dat is die UI. Dus geïnstalleerde plugins. Dat is dus die UI die we hadden gedownload. En nu moet ik eerlijk zeggen dat we deze ook Engels gaan maken. Want dat is allemaal veel makkelijker zoeken. En dan gaan we weer naar plugins. En dan zie je eigenlijk moet deze, deze nooit vertalen. Zo. Dus dan heb je hier zo die custom post type UI. Ja, dat is deze. En dat hebben we dus hier zo bij die custom post types van Jet Engine. Dus die twee zijn hetzelfde. Alleen in Jet Engine noemen ze ze custom content types list. En dan kunnen we dus op add new gaan klikken. En wat we dan hier zo zien, dat is dat we het eerste een naam moeten hebben. En dat is logisch natuurlijk, want we moeten wel weten waar we het over hebben als we het later terug willen gaan zoeken. En wij noemen deze woningen. En als je dan ziet, dan wordt hier zo meteen een datatable gemaakt. Dus er wordt een aparte datatable gemaakt voor alleen woningen. En
Has single page, dat is eventjes belangrijk om te weten dat als je deze aanvinkt, dan kunnen we zo dadelijk, als we die loops gaan maken in listings, kunnen wij een link maken van de listing, bijvoorbeeld een woning, hè, bijvoorbeeld een woning in Alkmaar. En als we die specifieke woning dan aanklikken, dan krijgt hij een aparte pagina. Doe je dat niet, dan is hij niet aanklikbaar. En dan kun je dus eigenlijk wel simpele listings maken. Ik moet zeggen post types maken. Dus dan heb je een hele rij met verschillende woningen, maar ze zijn dan niet aanklikbaar. Dus we willen dat wel hebben. Maar de related post, dat moet zijn post, want we zijn bezig met posts. En de titel, die kunnen we nog niet intypen, want dat hebben we nog niet gemaakt. En de content fields, die gaan we zo dadelijk ook maken. Dus dat kunnen we ook nog niet invullen. Menu-icon, daar kunnen we eentje van kiezen. En dat is dan wat je hier zo ziet aan de zijkant, aan de linkerzijkant. Dat kunnen we voor de categorie woningen, kunnen we dat ook gaan gebruiken. En nou, zo. En de menupositie, dat is de positie waarop het wordt voorgesteld. En dat doen we het bij posts. Nou, dit is dus zeg maar het hoofdgedeelte. Dus dat is dit, de woningen. En nu, als je hier zo naar het uitklapvenster gaat kijken, dat is wat we nu hier gaan maken. En dat kunnen we dan zo direct ook gaan maken voor onze listing loops. En dat betekent dus dat het meer de details van woningen gaat laten zien. Dus als we dat dan inklippen of aanklikken, dan kunnen we dus verschillende velden gaan maken. En dan zie je hier zo boven, dit is het eerste veld en dit is een teksttype. En we maken er eerst maar een foto van. Dus de foto van de woning die we zo dadelijk gaan zien. En hier zo wordt dan automatisch een ID gemaakt. En deze ID die hebben we dan straks weer nodig voor onze front-end submissions. Het is eigenlijk net als met tokens en macro's. De ID die wordt gebruikt om later in te vullen waar we dan ook maar willen als er een dynamische actie moet worden verricht. Dus ook bij de front-end submissions. Maar daar gaan we het later ook natuurlijk over hebben. Omdat het een foto is, het is een plaatje, dan gaan we zoeken naar media. En dan kunnen we dat in klikken. En zoals je ziet zijn er verschillende dingen die wij kunnen gaan kiezen. Dus zo direct gaan wij bijvoorbeeld een text area kiezen. Want we willen natuurlijk ook hebben dat iemand zijn naam achterlaat en dat soort dingen. En dit was dus een media. Nou, description, dat is een kleine omschrijving. Dat hoef je niet per se in te vullen. Conditional logics, daar gaan we het later over hebben. Dat hoef je ook nog niet in te vullen. Maar wat we wel willen gaan doen is een nieuwe form field. Of een nieuw veld aanmaken. Want naast de foto willen we hier zo ook hebben de straat. Oh. En de straat, dat wordt dan, je ziet dat het automatisch gegenereerd wordt. En de straat wordt dan een tekst. Ja, dat is dan prima. Nou, description hoef je ook nog niet in te vullen. Karakterlimit, dat kun je invullen. Dus dan kunnen ze niet oneindig veel tekst erin schrijven. Als je dat wil limiteren, dan kun je dat hier zo
gaan regelen. Is required, is het verplicht? In dit geval wel. En de conditional logics laten we nog openstaan. Dan gaan we een nieuw veld aanmaken. En we hebben er per ongeluk 2 gemaakt. En dat is dan de korte omschrijving. Dus. En je ziet dat hier zo weer omschrijving komt. En dat is dan een text area. En als je deze kiest, dan kunnen ze er ook van alles en nog wat in gaan bewerken. Dat is een soort van text editor. Dus we hebben nu zo een text area gekozen. En is required. Dan doen we dat ook als yes. En dan maken we als laatste nog een veldje. En dat wordt de prijs. Hier zo weer ID. En dat is dan een nummer. Nou, we willen die ID's, daar willen we een onderslash teken voor gaan gebruiken. En dat is om verwarring te voorkomen. En even kijken hoor. Ja. Dus we gaan die ID's veranderen met een onderslash teken. Een beneden streepje. Het is geen slash eigenlijk, het is gewoon een streepje. En waarom dat precies is, dat is meer om het systeem gewoon lekker soepel te houden, zodat er geen conflicten later ontstaan. Nou, als we dat dan gedaan hebben, wat je dan niet moet vergeten, dat is dat je deze grote blauwe knop moet inklikken. Doe je dat niet, dan wordt er niets opgeslagen. Goed, nou, dan hebben we dus de eerste contacts hebben we gedaan. Die hebben we er gemaakt. Dus we hebben een huis met een foto, een straat, een omschrijving en een prijs erbij. Dus dat zijn de velden die we hebben gedaan. Dit is de administratiekolom. En de administratiekolom kunnen we ook gaan beïnvloeden. Prefix, wat er voorkomt en wat er achterkomt, is sorteerbaar. Is een nummerveld, heeft het een nummerveld en dat soort dingen. En dan kun je aangeven welke er in de administratiebalk terechtkomen. En als je dan bijvoorbeeld voor foto kiest, foto is niet zo relevant. Maar goed, we houden het maar eventjes. En de straat, omschrijving zou ik niet doen, want het is een veel te lange tekst. En als je dan deze dan opslaat, dan krijgen we zo direct een mooie administratie waarin wij de boel kunnen gaan selecteren als we dat nodig zouden vinden. Oké. Okay. Dus we hebben hier zo naar de woningen. En als je dan bij de woningen gaat kijken en we gaan een nieuwe woning toevoegen, dan zie je hier zo foto, straat, omschrijving en de prijs. Dus we gaan dan eerst een woning kiezen uit onze media. Die plaatsen we. De straat is, ja, wat zal het zijn? Of straat, gewoon verzin maar wat. En dan is dit dus dummy tekst, moet even kijken. Nou, doen we dit eventjes. Kopiëren we en dat plaatsen we dan hier zo plak. En als je dan hier zo bij die cloud clip kijkt, dan zie je hier zo ook dat het meteen gekopieerd is. En de prijs die is vandaag dus een miljoentje. Die wil ik hem uitschelen. Nou, en als je dat dan gedaan hebt, dan druk je weer die blauwe knop. Vergeet dat niet. Als je niks opslaat, dan gebeurt er ook niets.
En dan zie je ook bij de woningen dat wij hier zo in de. Dit is dan die administratie die we daarnet hebben gemaakt. Hè? Dus die administratiebalk. Daar zie je hier zo een foto en straatnaam. Oké, dat is dus geregeld. We hebben onze eerste post gemaakt. En dat moet je wel eerst doen, want anders dan kun je geen listing maken. Wat we nu gaan doen, dat is dus een lijst maken, een listing. En dan is het dus een custom post type. En dan is het dus woningen. Vakantiewoningen had ik al eerder gemaakt, want in dit geval woningen. En de listingnaam, daar moeten we gewoon een naam voor verzinnen. Listing of lijst is het eigenlijk. En je kunt ervoor kiezen voor Gutenberg als je dat wil gaan gebruiken, maar wij gebruiken Elementor. En dan drukken we op Create Listing. En wat je dan ziet is dat hij dan eigenlijk automatisch naar het listing toe gaat. En dan zoeken we dus de dynamische velden. We maken eventjes een mooie sectie. Een sectie, hè? Ik zei niet sectie. Ik zei het wel, maar ik bedoelde een sectie. Sectie, wat is het verschil tussen sectie en sectie? Nou, oké. Okay. Dan gaan we weer naar dynamisch zoeken en dan zoeken we dus een dynamische image. En dat is dus custom type vakantiewoningen. En dan zoeken we dus de. Nee, dit is die die ik al gemaakt heb, maar dit is wat we net hebben gemaakt. Dat is dus. Ik zal het even wat groter maken. Dus het is een custom type woningen. En dan drukken we op de foto en dan zien we hier zo dus die foto verschijnen. He, dus als zo direct mensen een andere woning hebben gepost, dan wordt dit de dynamische foto. De dynamische foto die dan gepost wordt op hun specifieke woning. Nou, dan gaan we verder zoeken naar dynamisch. En nou, dynamisch wordt een dynamisch veld. En dan zoeken we wederom bij. Nee, nu zoeken we dus de posts. En dit is de titel. En dan moeten we hier zo bij content type vakantiehuizen. En we moeten hebben content type woningen. En dat was dus straat. Dan zie je hier zo de Hofstraat. En dan gaan wij deze dupliceren. En dan veranderen we dat van straat in naar omschrijving. Ja. En dan dupliceren we hem nogmaals. Dupliceren. En dan wordt de omschrijving de prijs. Oké. Okay. Nou, de prijs, daar moet wel iets tussen komen te staan. Dus we gaan naar de callback, filter field options. En dat is format nummer. En dan kun je hier zo dus kiezen de decimal point. En hier kun je dan ook kiezen of er een komma komt te staan hier zo. En de decimal. Points, dat kun je ook beïnvloeden. En als je dan hier zo naar kijkt, dan zie je dat er een nulletje bij komt. Uiteindelijk komen er de drie nullen. Maar hier zo hebben we er dus twee voor nodig. En field format aan de voorzijde willen wij dus een euroteken hebben. Oh, dat is een apenstaartje. Wacht even hoor. Nou. En doen we een spatie bij. Dus dan zie je dat dat een heel mooi getal wordt op die manier. Laten we hier zo weer een komma doen.
sowieso een punt. Oké, nou, dat was het dan. Op de een of andere rare manier werkt het niet. Nou, dat doen we. Dan daar zo een punt en hier zo een comma. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. You got the picture. Nou, dit is natuurlijk wel iets wat je zelf kunt stylen. Dus als je bijvoorbeeld de kleuren wilt veranderen van dat, dan kan dat. En de grootte, zie je de size. Zie je? Hop. Maar ja, goed, daar ga ik eventjes verder eens niet op in. Want het belangrijkste is dat we nu ons eerste listing hebben gemaakt. Nu we dat hebben gedaan, dan gaan we weer terug. We hebben het opgeslagen. Exit to the dashboards. En wat we nu dus willen is dus een pagina maken waarop die listings tevoorschijn komen. Dus dan is dit dus de pagina waar dus die woning die we net hebben gemaakt dus tevoorschijn komt. En dan adden we dit met Elementor. En dan gaan we dus hier zo naartoe. En dan gaan we naar grids. Dus zoeken we naar Jet Engine. Waarvoor? Dat is listing grids en die plakken we dan daarop en dan moeten we dus de grids woningen zoeken en dan zie je hier zo dus onze woning staan. Nou, dit is allemaal natuurlijk te bewerken, want je kunt wel begrijpen dat dit natuurlijk geen porum is. Dus de columns die kunnen we ook bepalen. Als we dus meerdere listing grids hebben, dan willen we natuurlijk niet hebben dat het allemaal zo uitgebreid wordt. Dus we kiezen hier zo voor één column. De status kunnen we kiezen tussen gepubliceerd of nog in afwachting of noem het maar op. En ja, hier zo kun je dus eigenlijk van alles kiezen. Nou, we hebben hier nog maar één post gemaakt, maar later als we meerdere posts gaan maken, dan kunnen we meerdere opties gaan kiezen. Lazy load zou ik ook doen. En dat is dus eigenlijk de eerste les die wij willen gaan gebruiken. Of we willen gaan maken. Nou, later ga ik jullie leren in andere lessen hoe je dan deze post dan klikbaar kunt maken. En die kan doorlinken naar een hele lijst met verschillende woningen. En hoe je dan ook die front-end submission page gaat maken. Maar ik denk dat het goed is om nu even te stoppen. Maar je wel aan te moedigen om de volgende tutorials ook mee te kijken. Want dit is natuurlijk de eerste van een hele reeks. Oké. Okay. Nou, dat was het eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien in de opvolgende tutorials over deze front-end submission.